Het speelste vooral. Welkom in het Sander Bosker Spelershome. Die nemen jullie nog even mee in het programma, want ik denk dat we zo eerst de spotmat hebben. Want die is heel belangrijk, je moet goed eten voor een wedstrijd. Mooi gedaan, hè? Ja, kijk hier, daar komt de filmproductie aan. Ja, daar ligt gewoon een shirtje aan. Dames en heren, eventjes de route bepalen voor zometeen. Want we zijn natuurlijk met een hele grote groep en we zitten nu op de taal van het... En we moeten zometeen toch omkleden en dat wordt allemaal keurig geregeld. En speciaal voor de dames, die zitten straks in het uitkleedlokaal, dus dat komt allemaal goed. En alles goed bij je hebt, zorgen dat je de scheenbeschermers, wie ze dat nodig hebben. En we hebben ook nog één blessuretje. Eén blessuretje moet even naar de rug gekeken worden. Waar is die gebleven? Marcus. Ja, die gaat zometeen nog even naar de verzorger, want ja... Gaat hij wel spelen? Gaat hij niet spelen? We gaan nog even kijken of hij topfit is. Denk zijn er andere mensen met klachten? Jij hebt ook nog een klacht zometeen? Ja, Rick. Ja, die liggen altijd in de dood. Dat is een grote platvoet als het net. Ik had wel... Die kousen mag je aan. Ja, maar ik doe nu een schermschuif aan. Oh, die schuif je... Dat wist ik ook. Je kunt hem niet inschuiven. Nee. Oké. Okay. Ja, dat kan zo. Knap. Die is iets zo doen. Helemaal rechts om. Dat is belangrijk. Ja. Helemaal tegen hem. Wat is het lekkerste? De kuiten. Ja, nou, doe ik de kuiten. Ja. Geen probleem. Jan Dins is denk ik klaar. Wel? Trainer. En? Ook groen licht? Ik denk het wel, dat je kan spelen. Ja, geen probleem, hè? Oh, oké, okay, weer in. En jij krijgt... We hebben de selectie compleet. Doe jij de kuiten maar even, want anders dan... Even lekker... Ja, de kuiten. Moet je wel op je buik. Ja. Dan zeg je je hoofd doe je in dat gat. Ruik je dat? Ja. Dan doe ik een heel klein beetje op jouw kuiten. Nou, daar ga je hard van lopen. Dat ga ik nu doen. Oké. Let op. Sam Stijn, kijk. Ja, hij staat weer centraal. Wij spelen tegen STC en tegen Jesper. Oh ja. Dat is helemaal geen hulp, kijk. Ik moet door de broek, ja, nog niet. Stop! Heel goed. Heel goed. Het is gecontroleerd. Pas op! Yo! Met de laag. Je weet ook, als je daar tegen gaat spelen en je bent Twente, dat de tegenstander altijd een stapje harder wil lopen. Dat is gewoon zo. Die willen van Twente winnen. En dan gaan we het veld op en dan gaan we de wedstrijden spelen. Want daar zijn we voor gekomen met z'n allen. Ik heb uit betrouwbare bron dat de trainer van jullie daar vandaan komt. Ja, hey, dan moet jij naar de andere kant. Ja. Dan hoor je niet bij ons. Nee. Andere keer. Ja, dat is zonde, zo die dit dan. Nou, en had je zonde van niemand vergeet de cameraman, zit jij ook? Probeer het te leiden waar je is de cameraman nog? Ja, ja. Hoenestad, die moet sowieso blijven. Beetje! Oké, wat zegt ze? Heel goed! Ja, meer. Ja, meer. Ja,
Ik ben in de hoek, ik ben in de bar. Ik kan er niks aan doen. Nee. Tante! We hebben allemaal foto's gemaakt. Tante! Sandro. Dit wordt allemaal vier. Tante! Hoi! De Canadeen. Nee, je ziet ons gewoon niet. Ben je rauw het rood, toch, of niet? Nou, jij wist dat hij kwam, hè? Ja. Had je niet gezegd, hè? Ja, maar wie is het gezegd? Oh! Nee, maar dat was ik wist, hem niet zeker of hij kwam. Jij nee, het is deze de wedstrijd ook nog. Oh, we gaan de keer, dat weet ik niet weten. Oh! Ja, ja.
staan, jongen. Lieve scheidsrechters, het is tijd. In hij zij is, en de vader is in, ook is in God. Echt zo hard hebben gelopen. En het is een zonde dat we het allemaal doen.